Nee, dat gaat uitstekend, moet ik zeggen. We hebben 3 wedstrijdjes gespeeld. 2 gewonnen, eentje net aan verloren. Dus nou ja, uitstekend. En het gaat niet om de winst hoor, het gaat vooral om de plezier. Heb je vroeger nou zelf ook met je vriendjes op straat gevoetbald? Nou, ik moet zeggen, vroeger kon dat ook nog wat beter dan dat het nu is. En ik moet zeggen, dit zijn dan wel hele goede initiatieven van de KNVB om dat toch weer een beetje terug te krijgen, denk ik. En voor jeugd blijft het toch heel erg goed om op straat te voetballen. Dus tegenwoordig lukt dat moeilijker met al het verkeer en dan zijn dit hele goede initiatieven, denk ik. Heb je hier nou links en rechts nog talentjes rond zien lopen waarvan je denkt van misschien is dat wat? Nou, in mijn rol moet ik overal blijven kijken natuurlijk. En de meeste kennen we trouwens hoor, want dit speelt allemaal bij elftallen en clubs. Wij hebben wel een dermate scouting dat we elk jongetje ook wel kennen. En ik zie wel een paar jongetjes die goed zijn die wij al gezien hebben. Dus, maar goed, we houden ons ogen open. Wat vond je van dat kleine scheidsrechtertje wat we rond hebben zien lopen? Dat is voor mij ook wel een talentje voor de toekomst. Ja, Bas Persoon heet die jongen. Dat is absoluut een ongelooflijk talent. En dat is een mening serieus. Die gaat denk ik een hele grote carrière tegemoet als hij dit door gaat zetten. Dat is echt op zijn leeftijd. En die zijn er ook niet veel in Nederland. Dus hij uitstekend. Hartstikke leuk. Mooi weer, de zonnebril kan op, maar voor de jongens is het heerlijk om dit weer te voetballen. Dat vindt, iedereen krijgt weer zin om te voetballen. Zo. Krijg je nou zelf niet de kriebels als je die gasten ziet lopen? Ja goed, we hebben sowieso een paar weken vakantie nu. En dan krijg je sowieso weer veel zin in voetbal. En als je ze dan bezig ziet bij dit weer, dan heb je helemaal wel weer zin om te gaan beginnen. Ja. Nou goed, ik kom uit het oosten van het land en dan heb ik ook nog heel veel trapveldjes. Dus daar was het eigenlijk meer op voetbalveldjes voetballen, iets minder op straat. Maar goed, dat is natuurlijk voor het huis ook wel gebeurd. Maar als we met een groepje gingen voetballen, dan gingen we vaak een trapveldje opzoeken. Maar dit is natuurlijk wel heel spectaculair om in zo'n stad zo mooi voor zo'n kerk te kunnen voetballen. Dames en heren, de PABV is. Ja, ja. Ik kan het niet anders beamen, ik vind het ook. Ik ben een keer en heel veel succes in Amsterdam.